Daarna lopen we een stukje langs het meer. Ah nee, daar heb ik geen zin in. Dat is zo saai. Maar een beetje frisse lucht is goed voor ons allemaal. Kom, laten we gaan. Ja, ja, we komen al. Zitten alle gordels vast? Ja. Pas op, een hert. Oh nee. Ik denk dat ik hem heb geraakt. Wat is er gebeurd? Wat is er aan de hand? Oh jee, arme hert. Oh man, het lijkt niet erg gewond te zijn. Ja, maar het dier is in shock. Wat gaan we nu doen? Bel de politie of Patrick. Hij is hier de boswachter. Ja, dat is precies wat we moeten doen. Mama, heeft papa het hert aangereden? Ja, helaas wel. Ik bel nu de boswachter. Bouwman. Hallo Patrick. Michael heeft een hert aangereden op de weg naar het meer, bij het kleine bos. Oh jee, die komt er meteen aan. Ook, maar hij bloedt niet. Hopelijk is het gewoon een shock. Hallo allemaal. Hallo. Het spijt me echter. Ik kon niet sneller remmen. Ja, dat kan helaas gebeuren. Het is nog een jong hert, maar het ziet er niet zo slecht uit. Ik haal een deken uit de auto en dan neem ik het dier mee. Ik heb het al genoteerd en hij gaat meteen met mij mee. Geweldig. Nu dragen we het langzaam naar de auto. Zo, alles goed. Als we willen, kunnen we mee gaan kijken wat de dierenarts zegt. Ja, papa, laten we dat doen. Ik wil weten hoe het met de kleine hert gaat. Oké, laten we gaan. Oh, dat is leuk hier. Hallo. Woon je hier? Ja, de boswachter is mijn vader. Goeiedag. Ik geef hem eerst een injectie, zodat hij geen pijn meer heeft. Is hij zwaar gewond? Hij heeft geluk gehad dat je vader langzaam reed. Hij was geschrokken en heeft alleen blauwe plekken. Het komt weer goed. Ik geef hem nog een verband. Oh, daar zijn we blij om. Nou, goed zo. Ik kom later nog terug en check hem dan nog even. Doei. Bedankt. Doei. Zou ik jullie onze andere dieren laten zien? Oh ja. Hier hebben we nog meer herten. De kleine hert daarachter heeft zijn been gebroken. Maar nu voelt hij zich beter. Oh jee, arme diertje. Dat is onze hond, Baldi. Papa, ik ben bang voor de hond. Hij is zo groot. Hij doet je niks. Hij houdt van kinderen. Kijk, dit is de kleine wilde zwijn dat een beetje brutaal is. Kijk, het kleine hert is opgestaan. Oh ja, wat schattig. Gelukkig voelt hij zich beter. Nu krijgt hij wat te eten. Wil jij het in de voederbak leggen, Lena? Oh ja! Zo, alsjeblieft. Je kunt me heel goed helpen. Dat is geweldig. Ik ga straks niet meer naar school. Ik word liever een boswachter.
lieve kinderen en lieve Playmobil-kijkers. Ik hoop dat je de video leuk vond. Als je de video leuk vond, dan zien wij graag de duimpjes omhoog. En als je zin hebt in meer, dan kan je hierop klikken voor meer video van ons. De familie Huizer. Doeg!